Ben jij een echte Star Wars fan en kun je niet wachten op episode 7? Dan is er misschien iets om de pijn een beetje te verzachten. Want vanaf volgende week 3 oktober, dan kun jij gaan kijken naar Star Wars Rebels op Disney XD. Een volledig nieuwe animatieserie van Disney. Wij zijn hier vandaag in Amsterdam en wij gaan zo in Pathé de Munt alvast de eerste voorpremière checken. Voor het gaat zo gebeuren hier in Pathé de Munt. Star Wars Rebels, de televisiefilm. Op 3 oktober kun jij gaan checken. Maar ik ga alvast naar binnen toe. Mag ik een grote popcorn, zout en iets met 2 cola? Licht uit, spot aan. May the Force be with you. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. In a time of darkness, when fear ruled the galaxy. Move along, this is a restricted area. Heroes will rise. Entering hyperspace. Destinies will collide. Who is that kid? And a rebellion will ignite. I'm going to snuff out this spark before it catches fire. De opkomst van het verzet, zo heet de nieuwe pilotfilm van Star Wars die jij op 3 oktober kunt gaan zien. Daarna vanaf 19 oktober iedere week een nieuwe aflevering op Disney XD. Het wordt super cool. Het gaat echt weer terug naar de oude trilogie. Dus we zien weer Obi-Wan Kenobi en nog meer oude personages die ik nog niet zal noemen. En het gaat eigenlijk over een nieuwe soort rebellenploeg die een verzet gaat bieden tegen het keizerrijk wat natuurlijk gevormd is aan het eind van de Clone Wars. Het speelt zich dan ook af tussen episode 3, Revenge of the Sith, en episode 4, A New Hope. En ik denk dat de echte Star Wars fan weer zijn hart op kan. Die Clone Wars serie die was ook ontzettend leuk om naar te kijken. En ik denk dat dit gewoon een hele toffe serie wordt die echt weer eens mensen naar de buis gaat trekken op televisie.